expositie Midden-Nederland in Utrecht op de dominee Martin Luther Kinglaan. Sofjante Patrick en Jeroen hebben een BMW met Duits kenteken op het oog, maar ze vermoeden dat de bestuurder gewoon een Nederlander is. En dat is niet toegestaan. Hoi, goeiedag. Hallo. Hallo. Zal ik me even voorstellen? Hoi. Patrick, verkeerspolitie. Is zo. Rijbewijs, heb je dat bij je en de papieren van de auto? Ja, rijbewijs heb ik wel bij, maar de papieren van de auto moet ik even... Ja, dankjewel. Dus Jut, waar woon je? Hier in Kanaaleiland. Ja? Ja? Zou ik toch graag even de papieren van de auto willen zien? Ga ik even kijken of ze erin zitten. Van wie is de auto? Het is van mijn tante, zijn bij ons op bezoek voor het weekend. Dus, Ja, maar jij mag helemaal niet in deze auto rijden. Wieso niet? Omdat je in Nederland woont, Nederlands ingezetene bent. Ja. En dus niet in een buitenlandse auto mag rijden. Een buitenlands gekentekend voertuig. Nee, en de reden daarvan is heel makkelijk. Deze auto kost in het buitenland een stuk minder. Ja. Omdat we in Nederland heel veel BPM betalen. Belasting, persoon- en motorvoertuigen. En daarnaast betalen we houderschapsbelasting, wegenbelasting. Hè? Wat... Ja, dan maak je eigenlijk schuldig aan belastingontduiking. Ja, zo erg is het, ja. Zou je ook de motorkap even open kunnen maken voor mij? Kan ik even het chassisnummer controleren? Hé, wat er gaat gebeuren. Bij deze ben je gewaarschuwd dat je als Nederlands ingezetene, oftewel iemand die in Nederland woont, niet in de buitenlands gekentekende auto mag rijden, omdat je dan onttrekt aan betaling van BPM en geen houderschapsbelasting betaalt. Betekent ook dat je daarvoor nu een waarschuwing krijgt. Bij een volgende keer dat je gecontroleerd wordt, dan wel door de politie, dan wel door de douane of de belastingdienst, doe je het willens en wetens. En dan zal de belastingdienst daar maatregelen voor gaan treffen. En dat zal waarschijnlijk een behoorlijk hoge boete zijn. En ik kan je vertellen dat de boetes die de Belastingdienst uitdeelt... Een heel stuk hoger zijn als die wij uitdelen. En dan moet je denken aan misschien wel als boete de helft van de nog openstaande BPM. Dus ik weet niet of je weet hoeveel BPM er voor deze auto betaald moet worden. Dat is vaak, dat kan zomaar €10.000 zijn. Dus je zou zomaar een boete kunnen krijgen van een paar duizend euro van de Belastingdienst. Hè? Omdat ik een auto heb gereden. Omdat je in een buitenlandse auto rijdt, ja. Maar goed, omdat je het niet wist, blijft het nu bij een waarschuwing van ons. Yes? Hey, alsjeblieft. Wens ik je ondanks alles toch een fijne dag. Deze bestuurder kan de auto beter laten staan, want voor je het weet heb je de Belastingdienst achter je broek.